dit is echt heel bijzonder. Zoveel mensen waren er vandaag. En ik heb denk dat niet alleen het dorp, maar ook nog wel daaromheen is uitgelopen. En ja, dat ontroert me. Dat is echt bijzonder om mee te maken. En het is een gekkenhuis. Het is, ik ben wel heel erg trots eigenlijk dat ik hier geboren ben. En dat ik dit... ze hebben gewoon een Irene Holland huis gehad tijdens de Spelen. Hoe gek kun je het maken? Dus het was wel echt heel bijzonder. Eerst die geweldige Spelen, dan word je de dagen daarna ook nog even geleefd. Dit weekend stond je weer op de schaats. Ja. Is het besef er al? Nou ja, het komt steeds een beetje meer. En als je dit allemaal meemaakt en de hele plein vol en de hele optocht hier naartoe. Dus het besef komt steeds een beetje meer dat je echt iets heel bijzonders hebt gedaan. En dat je echt de beste Olympiër van Nederland ooit bent. Maar ik moet het wel een aantal keren hardop zeggen om het echt een beetje te beseffen. Maar ik geniet er echt met volle teugen van. Nou, een duidelijke bewijs dat Goorle trots op jou is, is er niet? Wat heb jij met Goorle? Wat heb jij met de plek waar je vandaan komt? Ja, veel natuurlijk. Ik ben hier geboren en getogen, zoals dat heet, en opgegroeid. Ik heb hier mijn hele jeugd, eigenlijk tot mijn 22e gewoond. En altijd met heel veel plezier. En mijn familie woont er nog steeds, dus ik kom er heel vaak. En het voelt elke keer wel weer een beetje als thuiskomen. Ja, je zou zo bijna denken dat het seizoen voorbij is, hè? Ja, bijna wel. Maar ik moet nog even. Ik heb nog een paar mooie World Cups in de week al round. Dus ik moet vanaf morgen ga ik weer naar Insel. Dan gaat de knop weer om. Maar ik geniet hier wel even met volle teug van. Nog 6 uur de tijd voor carnaval, denk ik. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja.